Hallo kijkers van Shiny Sprites, welkom bij een nieuwe aflevering van de Pokémon Glowing Guarded Shiny Cage Lock met Sander van Gaming is B. Mauw. Oh, Sander is een carry kitty cat geworden. Mauw. Oh, wie heeft de intro momentjes gemist? Ik. Oh, jij wel, ja. Mauw. Oh, heerlijk dit, heerlijk king. Oh, heerlijk king. Yo, dat was een Blaming the Drift moment volgens mij. Zo ja, dat hadden we de vorige aflevering ook een Blaming the Drift moment. Dat klopt, wij hebben elke aflevering een Blaming the Drift moment. Bijna wel, ja. Wij hebben ook zo'n lijn waar we allebei op zitten. Ik denk ja, als je zo'n lijn hebt, dan zitten we zo naast elkaar. Oh, ik kan niet wachten tot het volgende intro momentje. Misschien is die wel beter. Misschien is die wel beter. Ik ga hier met je zijn. Sander heeft vorige keer zijn tweede teammember gefixt, Ink. Ja, dat is een coolie guy, Ink. Zeker, Ink. Dat ik is de niet. Alaskan Bullworm, is dat. Heb ik gevangen. Ik de Alaskan Bull. Te krijgen. Die staan wel eens op auto's, wist je dat? Wie? Oh, Scyther! Scyther! Dat is zo mooi clippy. Oh, heerlijk. Oké, ik ga even risky mode doen. Ja, want ik heb al balls. Dat moet ik helemaal niet doen, joh. Risky ox? Risky ox, ja, ja. Dat is hem volgens mij. Ik krijg toch 0 XP van Poochyena, toch? Dus. Hoop ik. I guess. Geef mij ja, anders is mijn Axel. Alaskan Bullworm is level 3. Heel ziek, King. Oké, ik moet eigenlijk niet Alaskan Bullworm voorop zetten. Ik vind dat eng, King. Zou ik kunnen runnen? Ik ga het proberen. Ja, als jij je running shoes hebt, kan dat. Ja, ik heb wel die running shoes. Of heb ik die? Ja. Ja, ik heb de running shoes. Die heb ik wel. Van die schoenen waar je mee kan rennen? Ja. Ik voel ook gewoon zo'n groen wormpje mijn kant op komen. Ja, denk jij ook zo'n groen wormpje? Er kan toch nog twee verschillende Pokémoning zijn. Dat is wel leuk. Dat klopt zeker. Dat is in elke gaming hoor, dat Wurmple twee kleurtjes kan hebben. Of twee Pokémonnetjes kan zijn. Zelfs een Diamond en Pearling? Zelfs een Diamond en Pearling. Doe maar wat je wil, jij maakt het verschil. Jij ja, maakt wel het verschil. Dat doen ze. Ja, Milan maakt ook mijn verschil. Ah, dat is cute. Ja. Als het maar een positief verschil is. Zeker. Lekker. Yo, Sixagoon. Ik wil jou eigenlijk niet hier hebben. Het liefst. Dat is zo'n Oen die wel eens zigzagt. Ja, klopt. Daar heb ik ook wel eens van gehoord. Yo, bro. Ik zei niet. Weet de Sixagoon wat niet is? Ja, dat is zo'n ding wat je in papier stopt, zodat bij elkaar dan. Echt hoor, flauwe fucking Sixagoon. Je bent zo'n pants, hè? Ja, hij heeft wel zo'n pants. Ja, zo'n lolbroeking is het eerder, denk ik. Ja, dat denk ik ook. Dat denk ik ook. Maar ja, dat is ook een pants. Lolpants. Lolpants. Dat is in het Engels. Of nee, dat is lolling pantsing, sorry. Simplified Engels dan, lolpants. Yo, is dat zo'n Wurmple? Dat is Wurmling. Wel van die... Oh, dat is die... Ja! Sandering, wat is met jouw game? Precies de goeie. Waarom heb je zoveel looking guy? Ja, sorry man. Het moest gewoon. En ook precies de twee die ik wou, hè. Nou ja, ik wou Scyther nog liever. Dark. Oeh, ga ik hem... Oké, ja, we gaan het aanhouden, jongens. We gaan het aanhouden. Ja, jij doet de 1 en Zoom 11, Trent. Ray Dark. Ik heb Ray Dark op mijn team. Nu kun je niet meer winnen. Ik ga stijlen
pijpen stijlen, stalen pijpen ga ik laten vallen op jouw team als je een cage match gaat doen, jongen. Echt, ik wil niet weten. Moet je niet 2 meter naar achter lopen, alsjeblieft. Doe dat dan alsjeblieft niet. Dat zou ik echt vervelend vinden. Ja, Milan snapt deze referentie niet. Oh nee, moet ik niet hier verder gaan hunten trouwens. Oh, je hebt hem al! Nu! Hij heeft ook een Alaskan Bullworm. Lekkering! Oké, maar kijk mijn onderste scherm. Ja, ik zag het. Dat was bij mij ook. Die Poetje en dat was ook goud bij mij. Nou was het ook wel goud. Oh, wow. Hé, maar je hebt wel eigenlijk een shiny. Ja, eindelijk. Dat komt er dan nou weer lullig uit. Nee, maar het was zo bedoel ik het niet. Het is gewoon waar. Ik bedoel het niet zo lullig. I don't hate waar dingen. Waar dingen vind ik oké. Okay. Waar dingen, oh ja. Dat is die plaats in Nederland, toch? Waar dingen. Ja. Yo, ik kom uit Waar dingen. Ja, dat is die plaats in Nederland, ja. Yo, hoe deed ik dat ook alweer? Nee, ik weet het niet. Hij deed net wel iets. Ik moet hier, hij loopt soms wel. Soms loopt hij wel. Ik moet even opzoeken of je dat zo schrijft. Oh, Longfang. Dat is wel cooling. Maar dat is wel zo'n fire type, toch? Oh, ik heb hem goed geschreven ook. Oh nee, dat is Jongjong. Nee, Longfang is een Longfang. Oh, dat is... Van de Ty Lee, de baas, toch? Ja, je hebt gelijk. Ik zat heel eventjes te twijfelen van hoe werkte dat ook alweer. Oké, ik ga even configure. Go figure. Nee, configure. Ik moet eventjes FHGNT, dat is de directional pad. Ik weet niet of je kan dat... Wingle ook vangen hier, maar die wil ik. Oh, hij heeft een Wingle. We hebben al gewoon 2 shiny sandering. Ja, nee, ik moet niet zeiken. Ik weet het. Hoor ik vaker. Oké, cancel culture. Yo, het werkt er niet. Ik dacht dat ik het gefixingd had. Wat doen we met dupes, Klaas? Want dan moeten we nog meer hunting. Als je dupes hebt, dan kan je gewoon een andere key, een andere pakking. Dat is wel... Als ik Centred krijg, noem ik hem Momo. Oh, dat is wel een goeie. Zeg maar, ik hoop voor je dat je hem niet krijgt, want hij is fucking lelijk. Maar... Trouwens, Furret lijkt meer op Appa met zijn pijl op zijn hoofd. Oeh, Seedot voelt... Ja, dat is kut, want dit is een Stone Evo. Oeh, Houndour zit hier? Bro, ik heb die helemaal niet gezien. Ik heb echt nee, omdat je meteen een shiny kreeg. Oeh, ja. Ralts zie jij. Jij ziet een Ralts. Oeh, Ralts voel ik wel. Oh nee, Ralts met de Blaze Ability? Is dat toevallig Exel? Ik weet niet hoe Ralts eruit ziet, Shiny, in deze game. Ah, oké. Is die cool? Ja. Hij is gewoon sowieso anders. Hij is anders. Ja, weet je, Ralts heeft wel het probleem dat hij origineel... Oeh, nice! Dat was snel. Wij hebben wel een beetje hetzelfde team. Shit, ja, dat vind ik wel jammer, eerlijk gezegd. Ja. Ik ga eerlijk met je zijn. Dat wordt straks, als we horde hun gaan doen, wel anders, denk ik. Ja. Het is ook gewoon toeval, denk ik, hoor. Want je had best veel keus. Ik hoop dus niet op een Seal, want die heeft slechte movesets door die klote. Ja, maar de movesets zijn hier aangepast, hè. Dus misschien dat ze daar wel iets aan hebben gedaan. Dat is waar. Maar dan moet ik alsnog een stone krijgen. Of kun je die kopen in deze game? Leafstone. Of. Ja, of moet hij met Dusk? Leafstone. Leafstone, hè? Jawel. Ja. Kun je die kopen in deze gaming? SB. Kom maar. Weet ik eigenlijk niet. Nee, volgens mij kan je die niet kopen. We hebben al een experience share eigenlijk. Ja. Toch nee. Of niet? Oh, ook niet. Hè? Ik ben helemaal van me apropos. Nee, niet van je apropot. Hey, weet je hoe je die Poutienne zou kunnen noemen? Ray Dark. En dan kun je stalen pijpen laten vallen. Hey, nu zeg ik het wel in één keer goed. En dan ga ik gewoon 2 meter stijpen? Naar achter lopen. Nou, dat was een ongelukje. Nee, maar als jij die dan in gaat zetten... Oh, nee.
Ja, ja, dan ga ik 2 meter naar achter lopen, weet je? Bij de volgende cage match. En dan heb ik gewoon gewonnen. Seeking. Dat is wel seeking, ja. Oké, voor Paddy, Nando en Jordi die kijken. Ik weet niet of Paddy kijkt, maar Jordi en Nando kijken sowieso. Ik ga dus proberen zoveel mogelijk Inazuma Eleven referenties te maken. Zodat ik Milan een beetje kan cultureren, zeg maar. Dat is mijn doel van deze serie. Ik bedoel, winnen? Boeien. Nee, nee, nee. Het gaat me nee, gewoon. Smellerby? Ik weet dat dat niet mogelijk gaat zijn. Smellerby? Ja, dat is leuk. Dat is leuk. Ja, hij gaat voor een Avatar team. Ik ga voor een SpongeBob / Inazuma Eleven team. Voor de omdat mensen? Is. Ja, Smellerby is een meisje, ondanks dat het er niet echt uitziet als een meisje. Ja, dat is Smarty Pants in. Heb ik Ray Dark wel... Oh ja, als het een meisje is, hè, dan word ik woest. Nee, grapje. Ik word niet woest. Oh nee, het is een meisje, ik ben echt woest. Shit, je gaat meteen tegen de trainer in? Ja, man. Maar het is per route, toch? Of is per grass patch dat er people of Pokémonnetjes zitten? Oh, laat ik niet uiten met de K op de voorop. Bato. Oh, je start voorop. Zeker, Rank. Nou, misschien is dat wel Smart Pantsering. Oh, we gaan nu achterkomen of experience sharing. Nee, waarschijnlijk dan nog niet. Ik denk dat we die dan... Oh, krijgen we die niet voordat we de rustborrow inlopen? Oh, dat kan wel. Of ja, ik weet niet of het in deze game nog een... hoe heet het? Het is hier een key item. Een key item, ja. Ik weet niet hoe ik dit moet doen. Nee. Hey, zelfs Mikey zegt onacceptabel. Ja, dat Mikey jij Sean Frost niet kent. Nee! Nee, nu ben ik even boos aan het worden hoor. Je wil geen boze Sanderings, dat doe ik. Dat wil ik niet. Nee, maar dat vind ik niet eerlijk. Growling? Gaat hij growling? Nee, maar Mikey is geen loser. Mikey is een cutie guy. Mikey is wel een cutie guy, Ink. Hij is een Harry Potter meester, Ink. Hij meester de Harry Potter rings. Dat doet hij zeker, Ink. Had hij van jou gewonnen, die serie? Hij is wel goed bezig, ja. Oké. Nee, ik dacht dat jullie al een serie gedaan hadden ooit een keer. Ja, die had hij. Maar dat is lang geleden. Ja, precies. Ik bedoelde inderdaad lang geleden in serie. Maar die van ons is nog langer geleden. Nee, dat is niet waar. Jawel, volgens mij wel. Echt? Misschien qua opnemen wel, maar qua uitzenden denk ik niet. Jawel, dat denk ik wel. Ook? Ja. Ja, misschien ook wel. Over het algemeen upload ik het op dezelfde volgorde als dat ik het opneem. Oh, oké. Nee, dan... Oké, nee, dan... Dan heb jij gewoon gelijk, King. Oké, Puchiana is level 4. Dat is alsnog wel laag, King. Quick Fee boost speed stat if the Pokémon is confused. Shield Dust. Dusting the shield. Oeh, dat is natuurlijk niet slim om hardop te zeggen, trouwens. Shield Dust! Sander Ring heeft Shield Dust. Hé, hey, maar dan kun je me niet paralyzen met Dragon Breath. Sorry Nando. Maar het was niet als haat op jou, het was als haat op Milan. Omdat Milan RNG is. Dat je een hater guy bent. Nee, ik kan van je. Stiekem maar. Weet je, dat is hetzelfde als Sam tegen Freddy, weet je wel? Gewoon al de pesten. En dan stiekem, ja, stiekem vinden ze, hebben ze al love triangle. Oeh, surfskating? Ja, dat is een kind van de surf. Dat is Sir Skid. Oh nee, dit is zo'n... zo'n kit. Hoe zeg je kit in het Nederlands? Een kind? Peppy? Nee. Nee, een kit als een K-I-T. Oh. Ik zou het niet weten eigenlijk. Ik weet wel wat het is, maar... Ik weet niet of er een Nederlands woord voor is.
Cooling questioning. Jammer dat er niet gewoon één knop is voor naar 300% gaan. Maar jij doet het 300%, ik doe het helemaal 200, joh. Crazying. Oh, ah. Oké, ik ga eventjes gauw... Ja, maar dat bedoel ik dat het irritant is dat je geen één knop hebt. Gewoon één knop, ja. Klaar. Nee, dat klopt wel. You are-ing, the writing. Guying. Statementing. Dat is Engels voor je maakt het juiste statement. In theorie kan je gewoon een team van 6 hebben voor de eerste gym. Nee. Dat is wel heel seeking. Ik weet niet of Seeking ertussen kan zitten hoor, maar het zou wel heel Seeking zijn. Nog niet, denk ik. Ik denk het ook niet. Het is sowieso een goldientje dan. Een goldien, goldien. Niet te verwarren met sardine. Wat? Ken je dat niet, sardientjes? Jawel, dat ken ik wel. Oh. Oh, dit is toch. Sorry. Oh, jongens. Jongens, het wordt weer zo'n serie. Ja, maar dat is gezellig, Engsen. Gezellig, ik love gezellig. Bloop, 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 bloop. Ja, hij deed echt bloop, 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 bloop. Nice, Eng. Bloop, bloop, bloop. Ja, I love the bloop, 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 bloop. De guap, glab, glab, glab. Ken je die? Jawel. Nee, jij kent de guap, 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 guap wel, toch? Yo, wat doe ik nou? Ik sneak mode. Hoe doe ik dit? Sneaking, guy. Wacht, dit is... Oh, dit is A ingedrukt houden. Ik weet hoe ik sneak mode in. Dit is heel seeking. Is dat gefixt in deze romhack? Vroeger was dat niet zo, toch? Dat zou goed kunnen, hoor. Dat zou goed kunnen, omdat het een romhack is en het, waarschijnlijk heel veel mensen weten dat het op Citra wordt gespeeld. Ja. Oh, ik ga dood. Oh nee, oké. Okay. Nou, dit is nog best wel eventjes een... Closing the calling. Niet te verwarren met clothing the calling. Oké. Running van de Poutiana. The shoes. Oh. Ja, yeah, dat kan ook, dat kan ook. Mag ook. Dus, wat kunnen we krijgen? Ralts en Surskit. Seedot. En Sixagon. Oh, zo ga ik hem sowieso noemen als ik hem krijg, want hij gaat nee, niet. Nee, dat met is niet van blijven. De Zoom 11. Oh ja, wie heb is niet zo'n weg? Hele, zo'n snelle. Oh, zichtzager. Wacht, ik weet wel iemand die altijd weg is, denk ik. Oeh, ik vind het wel spannend. Ga je Makuhita of Hariyama, die hoe heet die, Jack? Noemen? Dat kan. Hey, we hebben. Ik ben en nu echt letterlijk die cat. Van de intro moment. Mijn catje was echt zo van. Hé, hey, jij wou mij zijn in het intro momentje. Ik kom wel eventjes in de aflevering. Lekkering. Featuring cat. Featuring cat. Kun je dat doen? Kun je dat doen? Kunnen we Sam dan ook uitnodigen? Ja, ja, ja. Mag wacht van mij. Featuring cat. Dat is niet meer woke eigenlijk, hè? Want Dan Snyder is een lul. Dat klopt. Mijn lul. Oké. Ik ga even mijn kat. Mag ik alsjeblieft een schijnende Pokémon in? Schijnende Pokémon, hè? Oh yeah. Mana C, hey, dot. Mama C, mama Sa, mama. Sakamura. C, dot. Zie dat puntje daar. Een puntje? Welk puntje? Zie je dat? Oh. Sandring! Waar is je simplified Engels nou als je hem nodig hebt? Ik denk, ik moet zo gaan lopen, want je ziet een dot. Maar dat is helemaal niet. Nee. Maar kan ik ook... Oh, zo kan ik dat. Oké, ja, zo kan ik. Max de poeder! Oké, we hebben... Een encounter? Niet een encounter? Nee, dit was niet voor... Oké, dus we kunnen die Surs in de kitting. Centred, kan die hier dan ook? Is dat die bovenste? Sixagoon is daaronder? Ja, ik weet niet.
Since you've been sexy gone. Since you've been sexy gone, I can't breathe for the first time. Mocht ik een Eevee ooit vangen, dan noem ik hem die Avatar, omdat hij master of all the evolutions is. Smarty pants, man. Hey, weet je wat ik me zo net bedacht toen ik dat dings zong? Nee. Play a song she'll definitely knows. Weet je dat niet meer? Oh nee, hij snapt de reference. Jij hebt mij die gestuurd op Insta. Er was zo'n video van Kelly Clarkson die dan allemaal liedjes moest raden en ze kwam er niet uit. En toen zei ze, can you play one fucking song I know? En toen ging ze dat doen en toen wist ze niet. We wisten haar eigen liedje niet. Ja, die kom ik nog regelmatig tegen. Dat is echt een grappig filmpje. Het is extra grappig omdat wij, zeg maar... het is onze meme. Omdat het onze meme is, since you've been gone. Dat is extra grappig. Ja. Nee, niet een battle. Dan moet ik mijn snelheid weer aanpassen. Niet snelheid weer aanpassen. Ah! Heette die nou Alien? Oh nee, Allen. Nou, je noemt jezelf toch ook niet Allen? Kom op zeg. Je bent of één of Allen. Nee, eigenlijk ben je nooit Allen. Nou, zeg maar niet te hard, anders krijgen we mensen over je heen die zich wel alle voelen. En dan heb jij het weer. Oké. Six are gone. Wees dan ook echt even six are gone. Met slap, slap, slap. Klap, klap, klap. Bato gaat slapen met die mut, joh. Het is niet meer normaal. Oh, ik moet de item even van Longfang afhalen. Ik zie dat hij een item heeft. En die mogen we niet gebruiken. Speling vals. Want hij heeft nog geen item usage. Hey, je speelt vals. Dat is niet waar. Hij heeft hem, want daar kan ik niks aan doen. En ik heb hem nog niet gebruikt. Dus er is nee, nee, maar maakt het, misschien is het ook geen item die gebruikt kan worden. En het is boeien. Je hebt nog niet echt met hem gevochten. Ook, item sowieso. Taking. Een patch bearing. Wacht, oh, er staat geen dingetje bij. Jawel, er stond wel een dingetje bij. Oh, ik dacht van niet. Oh. Nee, dan is het goed. Daardoor wist ik dat hij hem had. Oh, hij heeft hem hoor. De Surge kit. Lekker zijn. Ik heb een kit voor die Surge. Ik weet niet hoe ik deze moet gaan. Oh! Ik weet hoe ik deze ga noemen. Floating guy? Nee! Ik. Oeh. Dat is 6. Oh, als hij crit heeft. Fuck it. Oké, come on. Oh, nu deed hij minder. Ja, nu deed hij inderdaad minder. Had hij zo net een crit dan? Zou kunnen. Dat is not fair. Dat is niet not very fair. Oh, dit is. Oh. Oh, kut. Exo gaat ook verliezen. Dit wordt nog best wel lastig. Al denk ik niet dat hij door één bubbel doodgaat, maar... Nou ja, als het nu een crit is, dan is hij sowieso dood. Nee, ik bedoel... dat Axel Blaze niet door één bubbel. Ja, maar hij moet door twee bubbels heen, hè? Dus dat is wel een dingetje. Klopt. Dat is wel een dingetje. Frick. Oké, ik kan het proberen. Maar hij kan hem dus ook niet verzwakken. Je kan hem wel verzwakken. Nee joh, dan gaat hij echt dood. Ik ben level 10 oh, hè. Oh ja, nee, never mind. Ik dacht dat jij het zelf niet zou overleven. Nee, dat ja, dat lukt wel, maar ik kan hem niet verzwakken. Kak! Kom op, ga in die Pokéball, Surski. Ik zou even healen. Ja, ik heb geen healing items gekocht. Nee, maar je hebt wel gekregen. Oh joh. Oh, bro, daar had ik helemaal niet over nadenken. Samurai ja, Ink, help jou toch? Weet je dat niet meer dat ik je altijd help? Oh, dat was een crit. Dat deed 8 damage. Zou een scratch... Ja, een scratch killt wel, hè? Ja, dat denk ik wel, man. Ik zou toch... Oh, ik dacht, ik zou toch gewoon pokeballen gooien. Maar inderdaad, het is wel handig om hem even te zetten. Kijk eens anders. Ik ga even... De gemening stretting. Je hebt toch altijd tijd, inderdaad. Dus geniet ervan en doe lekker rustig aan. Ja. Nu kan het een keer. Ja. Oké, hierna moet ik wel echt healen, want als hij nu een crit krijgt... Zie?
Het zou jammer zijn als ik ook een Surskit tegenkom. Dat zou echt jammer zijn. Dat zou ik ook wel jammer vinden. Ik gun jou wel zo'n Seedot op zich. Nee, ik heb liever een Ralts. Ja, maar die is te goed. Het blijft een cage match, hè? Ik wil niet heel erg doen, maar... Maar je doet het toch. Oh, yo, als je zo'n lijn hebt. Ik wil echt naar mijn andere Pokémon, want ik wil hem ik wil niet failen. Maar ja, die gaan sowieso dood. Oh! Oh, dat is een Delta. Hij is niet shiny. Het is een Delta. Delta Mudkip. Die is wel fijn. Oh ja, maar die mag je niet vangen. Ja, ik dacht, die ga je natuurlijk vangen, maar dat is niet hoe dat werkt. Oh, dus die kun je hier ook tegenkomen. Yep. Dus dan kan Delta Torchic ook. Waarschijnlijk een keer, ja. Dit is lastig. Ik kan Ember doen, want dat is not fair. Oh nee, hij is ook Bug. Of is Surskit? Ja, Surskit is ook al Bug, hè. Is Surskit? Nu ga ik twijfelen. Wacht even. Ik ga... Weet je, ik heb altijd... Surskit ding. Surskit is bugwater, ja. Sorry, ja, dat ja, ik niet ja, eerder reageerde. Dat dacht ik al. Freak. Want dan is het dus neutraling damaging. Maar je hebt hem wel gesand attack, dus op zich kan je wel switchen zo meteen. Wacht, ik heb een beter idee. Raid Dark. Ja, dat zou ik ook doen, ja. Kan... Ja, want die kan de meeste damage doen. Oh, Sanding Attacking. Dit is heel ziek. Dit is wel waarom jij dus eigenlijk moet levelen. Oké, tackle. Oh, weet je, als jij hem nu killt, hè? Ray Dark. Dat doet Ray Dark niet. Hij nee, laat alleen maar ijzeren pijpen vallen. Ja, ja. Nee, maar die Surskit kan wel naar achter lopen, volgens mij. Dus dat is ja, zo mooi. Dus dan raak je het toch. Ja, nee. Hé, hey, hoe ken jij deze referentie trouwens? Oh, omdat je ik heb je wel gecultureerd, hè? Ik heb je wel gecultureerd eventjes. Dit is wel van seizoen 1, toch? Ja. Ja, dus die heb ik gezien. Oh. Je hebt seizoen 2 niet meer gezien. Maar gedeeltelijk. Maar niet alles. Nee, anders kende je Ray of Sean Frost wel. Ah. Dat is juist... Oh, dat is echt... Dat je dat gemist hebt, dat is echt zonde. Sean Frost en Ark... Ja, ik vind hem heel goed, maar... Goed. Dat, please! Oeh, dat werkte, please. Gewoon please. Je moet gewoon even leaving doen. Dat is het. Oké, ik doe leaving, please, shiny. Ja? Dat zou eng zijn. Dat zou zo eng zijn. Als hij nou zou komen. Surskit, ga ik hem Hurricane noemen? Eigenlijk wil ik die bewaren voor echt een goede water type. Ik wil geen twee Hurricanes. Shitting, dit is lastig. Heb je geen zwevende mannekes? Nou, nee, niet echt. Of glibberende, of... Loserboys, oh, dat zijn ze wel. Girly, het is wel een girly Sandring. Ja, oh ja. Dat kan Hurricane sowieso niet. Freak. Is Ray Dark een girly? Nee. Nee, oké. Okay. Ik baal een beetje dat er een gevaar is voor dupes. Doe maar die Shiny Sixagoon of zo, of Seedot, dan ben ik tevreden hoor. Even kijken, ik vind dit lastig, weet je. Als Sander zo meteen zijn naam heeft verzonnen, dan gaan wij de aflevering alweer beëindigen. Toch oh wel, nee, nu moet ik speeding. Toch een klein beetje progressie gemaakt vandaag, daar ben ik al zeer blij mee. Ik weet het niet. Ik ben verloren. Wel, nee. Weet je wat? Ik noem hem wel naar een van Hurricane's moves. Dan is hij ook Surf Dude. De Typhoon noem ik hem wel. Dat was toch... Van hem?
Kan ik ergens niet moves van hem zien? Vast wel. Hier, ik zit op de wiki, dan moet ik toch juist de moves kunnen zien. Drink je ook wiki? Want nee. Dat is wel de strat die je dan moet hebben. Anime, de perfect tower, hij heeft wel meer. Wat is dit nou? Perfect Tower, dat is sowieso niet zijn enige ding. Tsunami Boost. Ja, kijk, dat is hem. Dat doe ik wel. Tsunami is ook grappig omdat het de waterboden is. Ik noem hem wel Tsunami. Zo. Nou. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je het een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Zie ik je graag de volgende keer weer. Adios, amigos.